frikandel, 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 frikandel. Waar een normaal mens al ziek zou worden bij de gedachte aan 19 frikandellen, leefde Krieger juist helemaal op. De liefde voor frikandellen is hem namelijk met de paplepel ingegoten. Ik weet nog dat ik rond de 10 jaar was en dat ik al een frikandel of 5 broodje frikandel naar binnen werkte. En dat was naar mijn idee toch vrij normaal, dacht ik. En ja, dat is eigenlijk steeds erger geworden. Ik zeg, het water loopt nog steeds in de mond als ik een frikandel zie. Dus je hebt er 19 weggekauwd dit weekend en nu zit je met plezier weer een bordje met 4 frikandellen weg te eten. Ja, ik zal eerlijk zeggen, ik ben er nou aan bezig en als je er meer voor zou schotelen, zou ik ook nog meer gaan eten. Trots vertelt de kampioen over zijn moment van glorie. De concurrentie begon het moeilijk te krijgen toen hij zag dat ik boven de 15 ging. Toen had je zoiets van, ja, ik moet toch wel doorgaan. En toen gaf hij zijn eigen record aan van 17 frikandellen. En ja, de 17 heeft hij gehaald en bij de 18e was je bezig en toen was het afgelopen. Dus toen moest je naar de wc toe. En dat niet veel gescheeld? Of de krieger was hem achterna gerend? Ze boden me aan om de 20e frikandel te pakken. Ik heb het expres niet gedaan, omdat ik dacht van, nou, als ik dat doe, dan zal het eruit gaan komen of zal ik de neiging hebben. En dat wou ik dus niet. En de krieger heeft zichzelf alweer een nieuw doel gesteld. Volgend jaar wil hij in een uur tijd meer dan 20 frikandellen naar binnen werken. Hij is er nu al hard voor aan het trainen, maar hoeft zichzelf daar niet bepaald toe aan te zetten. Ik moet zelf zeggen, van, nou ja, ik pak er bij wijze van spreken op een avondje, half elf 's avonds, dan pak ik er 8. En dan is het wel genoeg, maar niet om te zeggen van, ik zit er vol van.